paar maanden geleden maakte ik voor het eerst kennis met de Lotus Evora. Ik reed toen met de niet-S versie, dus niet supercharged, 3,5 liter V6 met 280 pk. En ja, ik vond het echt een heerlijke machine. Het is een fantastische GT. Het is een hele comfortabele auto, wat je misschien niet zou zeggen. Dat onderstel was eigenlijk het meest indrukwekkend aan die Evora. Hij had heel veel scherpte, maar was erg comfortabel. Iets wat we wel vaker hebben gezien bij Lotus modellen. Maar hij had ook hele grote nadelen. De versnellingsbak was niet lekker. Het interieur was wat krap. Je voelde je in een veel kleinere auto eigenlijk. Helemaal niet in een GT. Nou, deze problemen hebben ze allemaal aan acht genomen. En ze hebben gedacht, we gaan de ultieme Evora bouwen. En dat hebben ze dus gedaan. De Evora 400, waar ik nu dus in rijd. En vanaf minuut 1 merk je, het onderstel is nog beter geworden. Het onderstel van de Evora vond ik een van de beste die ik ooit heb ervaren. Dit is de beste die ik ooit heb ervaren. Hij is super scherp. En toch werkt hij alles weg. Het maakt niet uit op wat voor weg je rijdt. Ze zou hier prima een rallyauto voor kunnen maken. Daar zou die heel geschikt voor zijn. Maar er is nog één partypiece van deze auto. Eén enorme aas in de mouw. Deze uitlaat is speciaal voor de Evora 400 voorzien van een klep die ja, alle demping overslaat. Het zijn gewoon straight pipes. Ik kan hem hier aanzetten met een knop en ja, je hoort het meteen al. Het is echt zo hard. En iedereen is hier weer wakker. Nou, ik hoop niet dat het broedseizoen is hier in de bossen, want dan gaan we weinig vogels zien de komende jaren. Hoe kan dit de... Je hebt toch regulaties hiervoor? Je mag toch een aantal decibel halen? Dit slaat helemaal nergens op. Er zijn Akrapovic-uitlaten, IPE-exhaust, weet ik wat allemaal, alles wat je op internet tegenkomt. En die zijn minder luid dan deze standaard uitlaat. Je merkt aan alles dat dit ook echt de ultieme Evora is. Eigenlijk is alles wel beter. De interieurruimte die je ervaart is, ja, je zit veel lekkerder in deze auto. Je voelt je veel ruimtelijker. En toch heb je dat gevoel van zo, in zo'n lekkere auto, lekkere compacte auto te zitten. Die gewoon om je heen draait. Om maar eens een cliché te gebruiken. En dat komt ook omdat de stoelen ook beter zijn. Ze hebben flink geïnvesteerd in deze ja, geweldige Sparco stoelen. Fantastisch. Je moet gewoon vertrouwen hebben in de auto, want de mogelijkheden liggen veel verder dan waar jij denkt dat de grens ligt. En dat betekent wel dat je even kennis met hem moet maken. De eerste keer dat ik met de auto reed, ja, ging ik eigenlijk met veel minder vertrouwen en lef de bochten in. En er zijn auto's zoals Audi RS modellen waar je eigenlijk na 10 seconden al in de gaten hebt waarmee je te maken hebt, wat de grenzen zijn, wat wel en niet kan.
En dat duurt bij deze dus wat langer, maar dat geeft hem wel persoonlijkheid. Je moet hem even leren kennen. Je moet hem even zijn gebruiksaanwijzing kennen. En eerst kochten mensen een Evora ondanks zijn nadelen, want die waren er toch wel hoor, in plaats van een Porsche. En dat doen ze omdat een Evora speciaal is. Je ziet hem niet elke dag. En ik denk dat ze dat bij deze Evora 400 weer gaan doen, ondanks de prijs. Want de nadelen zijn er nu niet echt. Ik zal niet over het navigatiesysteem beginnen. Verschrikkelijk. De prijs is namelijk 140.000 euro. Wat koop je daarvoor? Daar komt die Cayman GT4. Een hele, hele, hele goede auto. Ik heb met wat Porsche GT-modellen gereden en ja, daar heb ik toch niet de smile op mijn face die ik bij deze auto heb. Deze auto betrekt me zo bij het rijden. Ik heb ooit kritiek gehad op die Elise S omdat die te stil was, te weinig ervaring bood. En ja, dit is dan de dark side van Lotus.